Bij een grote politieactie in Dongen zijn de restanten van een drugslab gevonden. Een arrestatieteam viel een huis met een schuur binnen en vond daar het lab. Ook stond er buiten een bestelbus vol met chemisch drugsafval. Bij de actie is een 23-jarige man uit Hoeve opgepakt. De gemeente en de politie wilden het adres controleren, omdat er in 2019 ook al de spullen voor een drugslab zijn gevonden. Toen is een bewoner opgepakt. Het lijkt erop dat er inmiddels geen drugs meer werden geproduceerd, maar dat dat wel is gebeurd. Een speciaal team van de politie onderzoekt wat er allemaal precies gevonden is in het pand. Na bijna 20 jaar is nu eindelijk de vermoedelijke moordenaar van Rob Sengers uit Esbeek voor de rechter verschenen. In de rechtbank van Breda werd dinsdag een levenslange celstraf geëist tegen de ingehuurde dader. Het slachtoffer, Sengers, was actief in de drugswereld, dus de moord wordt gezien als liquidatie. Zijn familie begreep daar niets van. Hij was een slimme vent. Hij kon geweldig leren. Hij hoefde helemaal niet daarin. Want hij was werktuigbouwkundig ingenieur, dus hij kon overal aan de bak. Hoe hij daarin verzeild geraakt is, dat weet ik dus niet. Op een gegeven moment heeft hij tegen mij gezegd, toen had hij dus een tip doorgekregen dat hij dus op de lijst stond om geliquideerd te worden. Als vader maakte wij je daar wel zorgen om, hè. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak in de zaak. Op de Bavelse Parklaan in Breda zijn maandagavond 2 auto's op elkaar gebotst. Een van de auto's reed door rood en kon daarna de tweede auto niet meer ontwijken. In die auto zaten een vrouw en een kind. Zij zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is veel schade aan beide auto's en het kruispunt werd afgesloten. De politie onderzoekt het ongeluk verder. In een tunnel onder het spoor in Eindhoven zijn maandagavond 2 fietsers geschept door een auto. Een van de fietsers moest naar het ziekenhuis worden gebracht na de aanrijding. En beide fietsers hadden hun verlichting aan. Eentje had zelfs een reflectieband om, dus ze waren goed zichtbaar op de weg. De automobilist was een oudere man. De politie heeft zijn rijbewijs ingenomen. Een vrachtwagen had net zijn trailer volgeladen met 25 pallets cola, maar hij was nog niet het terrein af of hij was zijn lading alweer kwijt. De trailer schoot los in de bocht naar de uitrit van Coca-Cola in Dongen. De trailer belandde in de berm naast een bushalte. De colaflessen zijn wel overeind gebleven, alleen wat verschoven. Er moest een bergingsbedrijf komen om de trailer op te takelen.